Yo, we zijn weer terug met een unboxing van Loot Crate. We hebben natuurlijk laatst al Loot Gaming behandeld en dan hadden we weer helemaal fout welk thema het was. Ik heb deze alvast even opengemaakt zodat we zeker weten welk thema het is. Dit is namelijk een Loot Crate van maart 2017 en daar is het thema van Primal. Dus denk Jurassic Park, denk iets met apen en zo. Een beetje jungle-achtig moet het eigenlijk zien. En dat is het zeker, want ik heb dus al een beetje het een en ander aan research gedaan, omdat die natuurlijk al in Amerika ook even uit is. De doos is letterlijk, dat gaan we niet doen. De doos kun je dus dingen eruit duwen. En dan kun je een gigantische dino voor jezelf vouwen. Ze doen wel altijd leuke dingen met de doos. Maar ja, te veel moeite. Ik ben niet zo handig. Dus laten we dat maar even voor wat het is. We gaan wel kijken wat er in de doos zit. En dat begint met een Metal Die Cast X-Men Logan Wolverine statue dingetje. Maar dit is dan ook... Hij is ook best wel zwaar. Dus dit is gewoon letterlijk van metaal gemaakt, denk ik. Ik ga even kijken of we het open kunnen halen. Ik heb alleen weer geen mes bij. En er zit plakband op. Dus dat is zo lovable. Oh, god. Ik ga mes pakken. Hoeveel plakbandjes kun je hierop hebben, man? Jezus Christus. Leuk, hè, die unboxings. Het gaat altijd zo vloeiend. Oh, kut. Het is ook de foute kant. Zo kun je hem er gewoon niet uithalen. Dit is door de vorm niet. Oké, nu wel. Mijn open priegelpen ook. En je voelt het wel. Hop. Leuk dit, joh. Vaker doen. Waar de fuck zit het? Oh, daar zit ook nog vast. Oké, hij zat vast. Oké. Wist ik wel. En daar heb je hem dan. Kijk eens hoe gemakkelijk dat allemaal gaat. En niet gefrustreerd. Hashtag triggered. Het is Logan Wolverine. Natuurlijk mooi ingespeeld op de film die nou uit is gekomen. Hij is ook echt heel zwaar. Je kunt het niet voelen, maar ik kan het je wel vertellen. Het ding is gewoon echt... Het is wel echt metaal. Het is best wel flink. En hij staat wel dope. En het lijkt ook alsof hij een soort van knopje heeft aan de achterkant dat hij iets kan zeggen. Maar nee, dat is niet het geval. Anyway, Logan zit er dus in. En ik kijk even verder naar wat hier zoal ligt. Dit is... Dit is wel vet om op te kunnen hangen in je kamer. Do not touch fence, electric fence, throughout the park. Natuurlijk wel Jurassic World reference. Mooi gedaan dit. Ik denk dat we deze gewoon op Games ergens op gaan hangen. Misschien gewoon bij de deur. Dat gewoon de bezorgmensen weten van... Pas op, deze gasten are up to no fucking good. Dat kan ook allemaal. En persoonlijk was ik wel voorstander van het volgende giftje wat in de loot crate zat, Primal. Want het is natuurlijk de Primal Punch en de Primal Rage van onze vriend Winston uit Overwatch. Leuk ingespeeld, moet ik zeggen. Het is best wel een mooi shirtje zo. Het voelt ook goed. En de print is ook wel mooi gedaan. Het is, ik heb wel het idee dat hij groter is dan anders. Is dit nog steeds een emmetje? Ja, either way, misschien kan Peter hem ook wel aan. Ik vind dit ook wel bij Peter passen, ook al heeft hij nog nooit Overwatch gespeeld. Nou, krijg je er ook zo bij. Ziet er goed uit. En het zou ook eens een keer niet... Dit gebeurt wel vaker bij Loot Crate en Loot Gaming. Dat ze een bieropener sturen. En dit is heel duidelijk natuurlijk een Predator bieropener. Dan kun je gewoon zo mee eruit wippen. Maar wel echt heel leuk gedaan. Hij voelt ook wel goed. Het is ook wederom metaal. Veel metaal in deze crate. Op zich wel gaaf. Ik denk dat we deze... Het zit helaas geen magneetje in, anders kunnen we hem ook zo op de koelkast zetten. Want daar zit dus ook al, dan heb je eerder kunnen zien, claptrap van metaal. Gewoon een grote bieropener. We hebben heel veel bieropeners langzaam maar zeker hier. Maar goed, krijg je er ook zo bij. Ziet er goed uit. En natuurlijk, last but not least, krijg je de pin erbij. Dat is met Loot Gaming hetzelfde. Dat is met Loot Crate natuurlijk ook altijd zo. Dat als je het krat hebt gekregen, dan krijg je altijd een schöne, wonderschöne pin. Die laat zien welke het is. En dit is dus overduidelijk Primal, omdat het natuurlijk, er zit een klauw in. Ik neem aan van Wolverine. Of uit iets van Jurassic Park. Kan ook. Die dingen gebeuren. Ik vind hem wel tof uitzien. Dit is een van de meer kleurrijke, sexy pinnetjes. Doet me ook een beetje denken aan Watchmen. Ben ik de enige die hier een beetje een Watchmen gevoel bij krijgt? Ja, zit er ook bij. En als altijd een boekje. Of een poster. In dit geval is het een boekje. Wat op zich wel interessant is, want niet alleen vertelt het je van wat er allemaal in het krat zat. Maar goed, er zitten ook wat andere verhaaltjes bij. Je kunt zien wat je zoal kan winnen. Oh, dit is trouwens ook een... Het was Predator of Alien. Dat is op zich wel vet gedaan. Sweet. Predator bottle opener. Ja. En we hadden ook een andere Wolverine kunnen krijgen, zoals je ziet. Dat was ook nog de mogelijkheid geweest. De oude Wolverine of een compleet metalen Wolverine. Prima. En verder ook nog een postertje. Die laten we even voor wat het is. Oh, sterker nog, dit is gewoon een volgens mij een soort puzzel die je op moet lossen. Dan kun je waarschijnlijk weer iets winnen. Ik zou niet weten wat precies, maar dat zit er dus gewoon zo bij.
En dat ze vertellen ze natuurlijk ook van wat er allemaal met de looters is en wiens foto's zijn ingestuurd en zo. En uiteraard de doos, ik had het al verteld, is een dinosaurus. Op zich best wel tof gedaan. Leuk kratje. En ja, als je er zelf eentje wil hebben, lootcrate.com/gamersnet, heb je een linkje. Die gaat wel automatisch naar Loot Gaming. Dit is Loot Crate, zijn twee verschillende dingen. Maar either way, als je de code gamersnet invult bij je bestelling, dan krijg je gewoon $3 korting van ons. Wij betalen die $3. Dat is helemaal niet waar, dan lieg ik straight up uit mijn nek. Maar het is wel... Ja, je krijgt wel $3 korting. Dus doe dat als je zelf ook zo'n kratje thuis gestuurd wil hebben. Loot Crate of Loot Gaming. En of het kan ook Loot Anime zijn of de pets. Je hebt gewoon een huisdierenpakket. Mag allemaal. En ik hoop dat je genoten hebt van deze video. Zodat je ziet wat erin zit. Zodat je het zelf misschien niet hoeft te kopen. Dat je kan kijken van, is het iets voor mij? Ja of nee? Laat het weten in de comments. Ik was Tom van Gamersnet.nl en tot snel. Dit was de unboxing van de Loot Crate maart 2017 Primal.